Ruim een jaar geleden kwam Afghanistan weer onder controle van de Taliban. Honderden Afghanen werd evacuatie naar Nederland beloofd. Het gaat om mensen die hebben samengewerkt met de Nederlandse overheid en daarom gevaar lopen. De overheid zou vorig jaar haar verantwoordelijkheid gaan nemen. Het is nog maar een maand geleden dat deze beelden de wereld overgingen. Afghanen die wanhopig proberen om hun land te verlaten terwijl de Taliban aan de poorten staat. Nu, een maand later, maakt de Tweede Kamer de balans op over onze inzet. En uit onthullingen in de Volkskrant van vanmorgen blijkt dat de ambassade al meer dan een jaar aan de bel trok over de gevaren daar. En boven het hele debat hangt bovendien de indruk dat Nederland zo weinig mogelijk Afghanen wil toelaten. Als die Kamermoties die u en ik hebben gesteund met de meerderheid in deze Kamer van 3 juni haalde tolken hierheen voordat de Nederlandse militairen terug zijn. Of de Kamermotie van 7 juli. Zorg ervoor dat je nu reispapieren geeft aan al die mensen waarvan je zeker weet dat ze voor ons hebben gewerkt. Hadden we dan niet ook veel meer mensen kunnen redden? Ja, en vandaag de dag is hier nog nauwelijks naar gehandeld. En over deze nijpende situatie spreek ik met Sinan en Annemarie. Welkom beiden. Sinan, wat is de situatie nu in Afghanistan? Nou, die is verschrikkelijk. 95% leeft eigenlijk onder de armoedegrens. Er zijn grote problemen, ook voor vrouwen. Dat zien we van tijd tot tijd. Vrouwen die aan het demonstreren zijn, naar school willen. De armoede, het internationaal gelden zijn natuurlijk gestopt richting Afghanistan. Het land bivakkeert eigenlijk op de rand van de afgrond, wil ik zeggen. Nee, het is al naar de afgrond. En dat is heel dramatisch. Het land zit eigenlijk in een hele verdrietige situatie waar het voor kinderen ook ontzettend verschrikkelijk is om daar nu te zijn. Er zijn hele hoge kindersterfte. Ja. De armoede is echt gruwelijk. Annemaria, Sinan vertelt het al, hè? Veel minder rechten voor vrouwen, ongelooflijke armoede. Internationaal zijn gelden geblokkeerd. Wat betekent de macht van de Taliban verder voor de bevolking? Wat wij in ieder geval zien met de contacten die wij hebben, en of dat nou in de wereld van defensie is of de politiemissie die geweest is, maar ook andere wat je hoort, is dat mensen daadwerkelijk bedreigd worden door de Taliban en soms van dag tot dag naar een andere kamer verhuizen met het gezin. Maar dat wordt natuurlijk steeds lastiger op het moment dat je geen inkomen meer hebt en dat je honger lijdt. En wat ook heel erg is, in oktober treedt de winter altijd al in Afghanistan. Ik houd mijn hart vast als dit een zware winter wordt. Want er gaan er heel veel mensen overlijden. Vorige week stond trouwens een bericht van de Duitse regering in de kranten. De Duitse regering heeft blijkbaar veel beter bijgehouden wie er allemaal mocht komen. En zij geven aan dat ze al zeker weten dat een aantal van de mensen die naar Duitsland mochten komen overleden is. En ik ben heel bang dat dat bij een deel van de Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt direct ook zo zal zijn. Heeft u enig idee om hoeveel mensen het gaat? Nou, volgens de formele cijfers van de overheid om 320 mensen die nog mogen komen. Maar het zijn er veel meer, want daar zitten de fixers. De fixer van Sinan zitten er niet bij, maar er zit een hele groep Eupel-mensen niet bij. Eupel was de politiemissie. Terwijl mensen in precies dezelfde situatie, net zo lang voor Eupel gewerkt, in precies dezelfde functie, niet mogen komen. Terwijl ze zich tijdig aangemeld hebben, soms al voor de val van Kabul. En het argument is dan, u voldoet niet aan de criteria. Hou op, zeg ik. En het is hier ook niet mee afgelopen, want de overheid heeft van de Raad van State te horen gekregen. Ja, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Sinan, jij maakte gebruik van lokale mensen. Ja. In televisietermen fixers. Ja, fixers, dus lokale mensen die je helpen met van alles en nog wat. Ja. Onder andere vertalingen. Ja. Jamal is een van hen. Ja. Hello, this is Naik Muhammad Jamal. It has been almost 11 months that we are here, transferred by the Free Press Unlimited to Pakistan, we are evacuating you to the Netherlands. Our visa has been expired, and the government of Pakistan gave us a deadline that you should leave our country, otherwise you will be imprisoned and deported. We do not have any financial support or work permit. My family, my wife and my 4 children are there in Afghanistan. I cannot support anyway. We kindly request the Dutch government to evacuate us to the Netherlands to start a new and normal life. Heb je nog contact met hem?
Ja, ik heb contact, maar dit filmpje had ik nog niet gezien, Ajwad. Dit heeft hij opgenomen en jullie, naar jullie toegestuurd. Hij is daar met Sardar. Dat is ook een fixer. Die heeft Lotte van Elp, een collega, ook geholpen. Dus ze zitten samen daar. En het gaat heel slecht met hem. Want dat zie ik ook aan hem, dat het slecht gaat. En wat dus nu ook gebeurt, is dat de Pakistaanse overheid zegt dus... vanaf 31 december verloopt je visum en u moet terug naar Afghanistan. En terug naar Afghanistan betekent namelijk terug naar de Taliban. Mm-hmm. Hij wordt gezocht in het gebied. Hij heeft vrouw en kinderen achtergelaten daar. Hij heeft tegen mij, en we hebben één keer in de week bellen we met elkaar... ook omdat hij er vaak doorheen zit. Hij heeft wel al een paar keer tegen mij gezegd... misschien moet ik maar gewoon doodgaan hier. Weet je wel? Want er is voor mij niks meer om terug te gaan. Want als ik terugga, dan val ik in handen van deze mannen. En nou ja, en wat ik ervan vind, ja, ik ben al heel lang heel boos. En wanhopig. Ja. En ik weet het ook niet meer, want ik bellen dan hoe ik het aan hem moet uitleggen. Waarom. Hij zegt dan, waarom houdt de Nederlandse overheid niet aan een woord? Ja, ik weet het niet. Ik zou die vraag ook willen stellen. Bijvoorbeeld aan Hoekstra. Wat is de status van zijn aanvraag? Nou ja, de status van zijn aanvraag is dat ze zeggen dus dat hij er buiten is gevallen. Ik heb een heel brief geschreven waarin heb uitgelegd wat hij voor mij heeft gedaan. 2016 heb ik met hem gewerkt in Uruzgan. Was hij mijn fixer en tolk. Hij heeft ons geholpen daar. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij daar veilig uit zijn gekomen. We zijn daar in een hinderlaag gelopen. Hij heeft eigenlijk alles ingezet wat hij kon inzetten om ons veilig uit dat gebied te krijgen en dat we de juiste mensen te spreken kregen. En dat is natuurlijk opgemerkt ook door de Taliban in dat gebied. En toen de Taliban Afghanistan overnam, hadden ze natuurlijk een lijstje met mensen die ze graag wilden. En hij is daar ook een van. En Annemarie, een van de mensen waar jij je voor hard maakt, is de weduwe van een omgekomen Afghaanse tolk. Ja. Wat is haar situatie nu? Haar situatie nu is dat zij heeft al voor de val van Kabul de eerste aanvraag ingediend bij de ambassade. Nooit een reactie op gekregen. Althans, is toen doorverwezen naar de Verenigde Naties. Daarna is ze in Nederland in traject gekomen. Er zijn zelfs een aantal Afghanistan-veteranen geweest die zich binnen de organisatie hard voor haar hebben gemaakt. Maar waarom komt ze wat jou betreft absoluut wel in aanmerking voor evacuatie? Omdat zij ook een risico loopt. En nu wordt gezegd, want ze voelt zich bedreigd. Dit is een van de gezinnen die heel vaak verhuisd om uit de handen van de Taliban te blijven. Nederlanders die met haar gewerkt of die met hem gewerkt hebben, hij was een toptolk. Met die echtgenoot. En hij is dus eigenlijk tijdens zijn werk eigenlijk vermoord. Ze zijn op een bermbom gereden. Daar is overigens ook een Nederlandse soldaat en een Franse kapitein bij omgekomen. Zij loopt ook gewoon risico met haar kinderen. En al zou ze niet onder de formele regeling vallen. Ik hoor vorig jaar nog in de Kamer de ministers voortdurend zeggen op vragen van overigens de ChristenUnie. Nee, we zullen ook altijd rekening houden met coulance. Er is mogelijkheid voor coulance. Niemand van alle mensen die betrokken zijn bij de evacuaties heeft een voorbeeld van coulance gezien. Daar zou dit nou een prima voorbeeld voor zijn. Ja, wat veel gehoord kritiek hè, op het bepalen wie er wel of niet geëvacueerd mag worden, is dat het moeilijk te bepalen is wie aan de criteria voldoet. Hoe luistert u daarnaar? Een van de criteria, en die vat ik heel ruim op, is of mensen gevaar hebben gelopen. Kijk nu naar alle internationale rapporten over Afghanistan van Amnesty International en anderen die zeggen, iedereen heeft gevaar gelopen die voor een ander land heeft gewerkt of voor NGO's. Ja. Dus wat dat betreft is daar eigenlijk geen discussie maar over. Maar daar is natuurlijk wel enigszins verandering in gekomen door de motie Belhadje. Ja. Die vorig jaar werd ingediend en heel breed gesteund. Want in eerste instantie ging het vooral om tolken. En naar aanleiding van de motie Belhadje is besloten om het wat breder te bekijken. Chauffeurs, koks, fixers. Maar alsnog is daar niet voldoende gehoor aan gegeven. Nee. Waar ligt het aan? Nou ja, omdat ze dat niet willen uitvoeren. Dus hij is maar deels uitgevoerd, Ajwad. En je zou eigenlijk zeggen, waarom voer je die motie gewoon niet goed en ruimhartig uit? Het gaat nu om een paar honderd Afghanen. Wij kunnen de cijfers niet checken. In ieder geval de overheid zegt dat het om een paar honderd Afghanen gaat. En dan vallen er misschien
nog een paar honderd buiten. Misschien gaat het om 500 mensen. En ik zou zeggen, haal die mensen gewoon. En gewoon toon ook een beetje loyaliteit en commitment naar die mensen die ons in dat land hebben geholpen. Het is een ereschuld. Ja. Onze mensen, en dan zeg ik even onze, hè, ik was voorzitter van een defensievakbond, of het nou om de journalisten gaat, ja, de militairen, de politieagent. Je kan daar niet werken zonder tolken, fixers en anderen. Omdat je die mensen nodig hebt voor de veiligheid, om de veiligheidssituatie te kunnen beoordelen. U noemt het een ereschuld, hè? Ja. En als we het hebben over hoe we met die ereschuld omgaan, wat is het verschil in hoe Nederland en hoe andere landen omgaan met de evacuees? Nou, er is van de zomer een internationaal rapport verschenen. Sarah de Jong, een Nederlandse trouwens, ja, die aan een van de universiteiten in Engeland werkt, heeft York. Die heeft een vergelijkend onderzoek gemaakt. En dan zie je dat Nederland er slecht van afkomt. Ja. We zijn voortdurend het slechtste jongetje van de klas geweest, of wij, dit kabinet. Ja. Waarbij overigens deze portefeuille al meer dan 10 jaar in handen van de VVD ligt. Ik heb dat onderzoek gelezen en het viel me onder andere op dat als we bijvoorbeeld kijken naar Canada en de Verenigde Staten, dat die veel ruimhartiger zijn als het gaat om het aantal gezinsleden dat mee mag. Oh, ja. Waar komt dan die harde mentaliteit van onze overheid vandaan? Nou, eigenlijk gaf ik net het antwoord al. Een VVD die meer dan 10 jaar lang de hele portefeuille rondom vluchtelingenbeleid, asielzoekers hanteert. En als de dood is om nog meer stemmen te verliezen aan een jaar 21 en een PVV. Ik zeg wel eens, er zit een deel binnen die VVD die nog radicaler rechts is als die twee partijen. En dat zie je gewoon terug in het vluchtelingenbeleid, in het asielzoekersbeleid. Dus het is politiek? Het is politiek. Want ik zou eigenlijk, mijn volgende vraag was, wie aan de Nederlandse kant heeft gefaald? En die vraag wilde ik stellen, is omdat ik onder andere op Radio 1 hoorde dat werkstagiaires, ja, de mails moesten beantwoorden, ja, van mensen die geëvacueerd wilden worden, ja, Sinan. Ja, en die nu dus thuis zitten met mentale problemen. Ja, trauma's. Omdat ze al die mails hebben gelezen en moesten beantwoorden. En dat je denkt, nou ja, dat voor zo'n groot, belangrijk dossier, en er is helemaal niks mee om stagiaires mee te laten werken. Maar het laat al zien eigenlijk hoe onbelangrijk je het eigenlijk vindt. En je doet er dus ook niks mee. Je zegt dan, ja, door wie dan? Ja, door een staat die eigenlijk gewoon niet wil. En dan kun je ook nog wel afvragen van, het gaat om een paar honderd mensen. Daar gaat dit land echt niet stuk van. Hm. Nou ja, dat kon je natuurlijk ook over Ter Apel zeggen. Dat, ja, ging ook om een paar honderd, ja, mensen. En ook dat is niet gelukt. Annemarie, hoe kan het dat Nederland geen probleem heeft met het niet nakomen van een belofte? Dat zou toch iets moeten zijn waar je internationaal voor schaamt? Nou, nog erger. Er is in Europa een afspraak gemaakt. Onder andere over de mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de EUPOL-missie. Ja. En in die afspraak staat, ja, dat alle gezinnen mogen komen die voor EUPOL hebben gewerkt. Dus alle gezinnen van de mensen die voor EUPOL hebben gewerkt in Afghanistan. Tot en met bijvoorbeeld ook de alleenstaande moeder, de alleenstaande zus, omdat die ook grote risico's lopen in Afghanistan. Wat opvalt is dat Nederland dan voor een deel die motie wel uitgevoerd heeft, maar ergens stopt het. En ik kan er niet achter komen waar het stopt. Wat ik straks zei, onwil. Dat is gewoon onwil. Politieke onwil. Maar Annemarie, het is toch ook, als je ze belt en mailt, je krijgt toch ook helemaal geen antwoord? Ik heb al met het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld. Je krijgt gewoon geen antwoord. Nee, mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Overigens, we laten het hier niet bij zitten. Er is wel een heel klein lichtpuntje. Er is namelijk, het is makkelijker geworden om in bezwaar te gaan. Ja. Als evacuee. Ja. Als je dus bent afgewezen, kan je wat makkelijker in bezwaar gaan. Twee dingen. Het was natuurlijk een schande dat het Nederlandse kabinet besloten had dat bij een afwijzing mensen geen beroep of bezwaar aan konden tekenen. Volgens mij voor het eerst in de geschiedenis dat dit gebeurd is, omdat ze natuurlijk geen rechtszaken wilden. Iedere rechtszaak tot nu toe hebben we verloren, omdat rechters zeiden, ja, jammer, dit is een gevalletje pech gehad, een politiek besluit. Ja, pech gehad, maar nu heeft de Raad van State een enkele weken terug gezegd, ho, 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 beste kabinet, u moet de mensen bezwaar kunnen laten indienen. Als wij nou een fatsoenlijke regering hadden, zou die op dit moment zeggen, wij gaan zelf iedereen benaderen die we afgewezen hebben. Ja. Om ze op de mogelijkheid van bezwaar te wijzen. Maar dan krijg je een vloedgolf van bezwaren. Maar ik denk dat daar echt een flink deel van de mensen tussen zit die onterecht zijn afgewezen. Ik ken er echt een aantal. Kunnen ze ook niet doen, hoor. En dan gaan ze een hele hoop rechtszaken aan hun broek krijgen. En ik heb goed contact met een flink netwerk van uitstekende advocaten. En wij zullen alle juridische wegen gaan bewandelen die we kunnen bewandelen om dit tij nog te keren.
Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen dat daar mensen doodgaan die hier hadden mogen zijn. Sinan, wat zou jij tot slot tegen de overheid willen zeggen? Nou ja, ik zou willen zeggen, kom je belofte gewoon na. Er is een motie ook, wees ruimhartig. Deze mensen hebben ons geholpen daar. Laat die paar honderd man, want daar gaat het om, laat ze gewoon hier naartoe komen. En dan is het probleem in Afghanistan nog niet opgelost. Maar dan hebben wij wel aan ons aan de belofte gehouden. En Annemarie gaat procederen? Nou, ik niet, maar dat gaan een aantal advocaten doen. En u gaat ze ondersteunen? Ik ga ze uiteraard ondersteunen. Heel veel succes. En we hopen allemaal dat er echt snel verbetering komt. Dank je wel. Dank je wel.